chef-kok werk ik het liefst met mooie, verse lokale producten. Als je dan zo om je heen kijkt, denk je van, hier groeit niet zoveel. Ja, cactussen. Maar met een beetje wil, geduld, water, voorlichting en liefde kun je hier op Bonaire van alles kweken. En dat wil ik, Corjan Hoogerheide, laten zien. Daarom dit programma, Bonaire eet smakelijk. Buongiorno Roxanne. Buongiorno. We zitten hier met het hoofdkantoor van Stinapa. Ja. Waar staat Stinapa voor? Nou, Stinapa staat dus voor de Stichting Nationale Parken Bonaire. En wij hebben de bevoegdheid gekregen van het Openbaar Lichaam Bonaire om de marinepark en terrestrisch park van Bonaire te beheren en te beschermen. Zo. En ook de zee rondom Bonaire. Ook de zee, dat klopt. Want daar wil ik het over hebben, weet je. Ik wil het over vissen hebben. Stel ik ben op Bonaire en ik wil een hengeltje uithooien. Mag dat op Bonaire? Ja, tuurlijk mag dat. Bonaire heeft dus een tal van wetgeving en regulering over de visserij. Dat houdt in dat er op sommige plekken niet gevist mag worden, maar over het algemeen ja. Ja? En met de hengel of met wat mag je allemaal vissen? Je mag met de hengel vissen, je mag met bepaalde soorten netten vissen. Er zijn alle traditionele manieren van vissen op Bonaire, die zijn toegestaan in de wetgeving. Natuurlijk buiten de twee new fishing zones. En dan hebben we ook een relatief nieuwkomer on the scene van vissen, dat is de snorkel fishing. Dan ga je met een snorkel in een hengel, dan laat je je haak precies, drop je het precies voor de vis, die kan je omhoog halen. Nou, dat is toegestaan in twee specifieke gebieden op het eiland. Oké. En mag je op alle soorten vis vissen? Niet op alle soorten. We hebben ook een aantal soorten die beschermd zijn. En die zijn dan beschermd of met internationale wetgeving of met lokale wetgeving. Dus hebben we een hele mooie flyer uitgebracht van Stinapa waarop precies staat wat de beschermde soorten staan. Dit is wereldwijd, denk ik. Deze is specifiek voor Bonaire. Okay. En sommige van deze soorten zijn wel wereldwijd beschermd. Ja. Dus op Bonaire mag men bijvoorbeeld niet op zeeschildpadden vissen. Alle haaien en mantas en dergelijke die zijn ook beschermd. Dus daar mag je niet op vissen. Voor de lobsters, daar hebben we een seizoen voor. Dus tussen 1 mei en 31 oktober mag je niet op lobsters vissen. Okay. En dan tussen 1 november en 30 maart. Ja. Dan mag je op lobster vissen aan de East Coast van Bonaire. Okay. En dan hebben we ook nog de Queen Conch. Yeah. Die is gedeelte natuurlijk van de lokale gastronomie. Het is een van onze echt traditionele gerechten. Yeah. Daar mag niet op gevist worden. En dat is specifiek omdat de populatie van deze, ja, niet echt een vissoort, maar een marine soort, ja, een schelpdier, heel sterk is afgenomen. Overbevist eigenlijk? Hij is overbevist, ja. Ja. Maar toch zie ik over op de kaart in de restaurants toch conch staan. Hoe komt dat? Ja, nou, je mag het zeker eten, je mag er alleen niet op vissen. Dus conch kan geïmporteerd worden naar Bonaire als je de juiste vergunningen hebt. Want het is een soort dat internationaal beschermd staat. Dus je hebt dan een exportvergunning en een importvergunning. En dan kan het op de kaart staan en dan kan je het lekker eten. Oké. Okay. En de andere kant, wat staan er voor vissen? Nou, aan de andere kant staan de echte vissen, laten we zo zeggen, die ook beschermd zijn op Bonaire. Dus Bonaire is een van de eerste plekken wereldwijd die papegaaivissen heeft beschermd. Dat hebben we gedaan in 2008. En dat is omdat papegaaivissen ecologisch gezien een hele belangrijke vissoort zijn. Zij zijn een soort van de geiten van de zee. Okay. Ze eten alle algen op en omdat ze zo intensief op die algen grazen, dan heeft het koraal een betere kans om te groeien. Okay. En daarom hebben we ze dus ook beschermd. En daarom is het zand ook zo mooi, toch? En daarom is het zand ook zo mooi, want heel veel mensen weten dit misschien niet, maar papegaaivissen die maken dus zand. Ja. Als ze een algen eten, dan eten ze soms ook een stukje koraal op en dat poepen ze uit. En dat is dan het zand waar je op kan liggen. Ja. En de grouper, die zie ik ook staan hier zo. Ja, dus er zijn een tal groupersoorten die beschermd zijn. Er is één grouper, het is eigenlijk een complex van drie soorten, de poroentjes.
Die zijn heel lekker, staan ook heel vaak op de kaart. Het is een gerecht dat mensen heel graag willen eten. Die is niet beschermd. Maar we hebben wel bijvoorbeeld de Goliath grouper, de Nassau grouper en de Marbled grouper mm-hmm. die beschermd zijn. En dat is ook omdat hun populaties nu zo klein zijn geworden. De Goliath grouper was bijna extinct een aantal jaar geleden. Nu is de populatie in het gebied van Florida zich een beetje aan het herstellen. En we hopen dus dat het ook hier op Bonaire, dat we vaker Goliath groupers op het drift kunnen zien. Want het is niet zozeer dat onze vissers van Bonaire de vissen opvissen, maar van buitenaf denken? Nee, zeker niet. Niemand hier mm-hmm. denkt dat de soort van collapse van de fish stocks, van de vispopulaties, mm-hmm. veroorzaakt is door de Bonaireaanse vissers. Want het zijn overwegend kleinschalige vissers, meer van dat soort artisanal fisheries. Ja. En heel veel van de Bonaireaanse vissers die vissen niet op het rif. Die vissen net iets van het rif af. Dus wij beheren het marinepark en dat is vanaf de kustlijn tot en met 60 meter diep. En de meeste vissers die vissen dan net buiten het marinepark. Ja, oké. Okay. Die papegaaivis, je mag ze niet vangen, nee. Maar ze zijn giftig toch ook of niet? De papegaaivissen zelf zijn uh-huh. niet giftig. Maar dat hoor ik altijd van, ja, oppassen voor de vissen hier, want die zijn giftig door een algje op het koraal, maar dat is niet waar. Nee, dat is dus niet waar. Er is dus inderdaad wel een alg en die veroorzaakt die maakt een giftige stof aan. Uh-huh. Het heet ciguatera. Ja. En die vind je voornamelijk in de noordelijke gebieden van het Caribisch gebied. Sint Maarten, Saba, die noordelijke eilanden. En dan is het ook eigenlijk alleen op de grotere roofvissen. Omdat hoe groter het is natuurlijk, hoe langer het heeft geleefd, hoe meer van die ciguatera zich dan ophoopt in de weefsels. En dat kan wel schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar voor zwangere vrouwen is het toch niet aan te raden nog hier een grote barracuda te eten? Nou, dat hangt er dus af. We hebben jammer genoeg niet genoeg onderzoek gedaan dat gericht is op de vissen van Bonaire zelf. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat in vooral vissen die heel lang leven, dat zich dan schadelijke stoffen in gaan ophopen. Dus dan kan je denken aan kwik bijvoorbeeld, mm-hmm. aan lood, maar ook, en dat is een relatief nieuw probleem, aan microplastics. Okay, die zich dan in hun weefsel gaat verwerken en die kunnen ze niet kwijtraken. En dan ga jij dan de vis eten en dan komt het ook in jou terecht. Ja, wordt de zee toch vuiler ook hier zo bij Bonaire? Nou, we hebben de soort van tegenstrijdige informatie een mm-hmm. beetje over hoe schoon de zee op Bonaire is. Want aan de ene kant hebben we in 2015 een wastewater treatment plant opgestart. Dus dat was vooral gefocust op het schoonmaken van wastewater. Mm-hmm. En toen hebben we in 2017 en 2019, toen we onze rif monitoring deden, zagen we dus positieve trends. We zagen wat minder alg. We zagen meer biomassa aan parrotfish en we zagen meer koraal. Aan de andere kant zijn er ook andere plekken op het eiland, rond het eiland zelf, waar het niet zo goed gaat met het rif. Je ziet er soms een berg slippers aandrijven, toch? Er komen inderdaad, we hebben een heel groot probleem met plastics, dus vooral single-use plastics. Ja. En dat is eigenlijk, natuurlijk heel jammer voor Bonaire, ook een beetje een extern probleem. Want het overgrootsgedeelte van de marine plastic, dat komt van buitenaf en dat was dan aan op onze kusten. Ja. We hebben wel heel veel mensen die heel clean-ups, fanatiek die clean-ups organiseren en meedoen. Dus dat helpt heel veel. Maar ja, Bonaire heeft op sommige plekken wel inderdaad dat we kunnen zien dat er achteruitgang is in de gezondheid van het rif. En op sommige plekken zien we vooruitgang. Dus we zijn nu bezig met het meer onderzoek doen om een beter beeld te kunnen krijgen van oké, waar zitten die problematieken nou precies. Temperatuur is ook eentje waar we jammer genoeg minder aan kunnen doen natuurlijk. Ja. Bonaire kan niet de global warming probleem oplossen, maar Nederland misschien wel. Ja. Hey, wat ik ook wel eens zie is er een net gespannen, is er een soort baitbol, echt een school vissen zit erin en is het echt een feestje als ze die vissen verkopen en vangen. Klopt, dat is lokaal, staat dat bekend als masbangu, ook heel lekker om te eten. Ja. En ook daarvoor hebben we de specifieke regulering. In principe mogen alleen mensen die op Bonaire wonen en een cédula hebben, die mogen een net registreren. We hebben ook bepaalde eisen aan de grootte van de soort van gaten in het net. Inderdaad, je mag ook geen gillnets gebruiken. Maar ja, als je voldoet aan de regels, dan kan je net laten registreren en dan kan je op masbangu gaan vissen. En ja, ik zou het zeker aanraden. Het is heel lekker. Ja, goed zo. Nou, ik denk dat het heel duidelijk was. Ja, ik hoop het. Dankjewel. En ik, ik ga een hengeltje uit hooien. Zeker doen. En als je iets lekkers vangt, laat me weten. Goed kom zo. Ik ook eten. Merci, dankie. Die nade. 5:00 in de vroege morgen. Vol gas naar open zee om te gaan vissen met Jan en Toetie.
Tonijnen ontbijten, dus snel de lijnen uitrollen, want er zijn meer vissers op de kust. En wie het er eerst is, is degene die de volle lijnen binnenhaalt. En inderdaad, de eerste uren happen ze flink toe. Aan de extra lijn met echt aas zit af en toe een barracuda of wahoo. Want dat zijn echte roofvissen. De lijnen rollen hydraulisch in en uit. De ene blijft aan de oppervlakte, mede door een klein houtje met vleugels. En de andere lijn met loodjes eraan, de krans of rosario, zakt iets dieper, die daar de vis vangt. Als de tonijn heeft toegehapt, springt het klemmetje los en kunnen we de lijn binnenhalen. Klap op de kop met het chicotti om extra stress te voorkomen en snel weer uitrollen. De visgronden zijn van iedereen, dus is het al snel druk met bootjes, van groot tot klein. De ingewanden worden er direct uitgehaald en de vis op ijs gelegd. De boot wordt continu schoongespoten, zodat het lekker schoon blijft aan boord. Tijdens het wachten genieten we van de opkomende zon, slavenhuisjes, vuurtoren, dolfijnen en vliegende vissen. Gelukkig was de zee aan de oostkant redelijk rustig. Bij veel wind wordt er niet gevaren, dus ook geen inkomsten. Het is een hard en zwaar bestaan, day and night. Respect mannen. Je moet wel echte zeebenen hebben om met deze deining te blijven staan. En met vlijmscherpe messen te werken en de lijnen te repareren. Op de sonarbeelden is te zien waar en of er nog vis zit. We hebben al een tijdje geen beet meer gehad, dus terug naar de veilige haven. De buiten is redelijk, mag ook wel, want 7 uur varen kost al snel $50 aan brandstof. En dan is de vis nog niet schoongemaakt en bij de klant gebracht. Dank je voor de gastvrijheid, jongens. Junior, Montardi. U bent van Piscabon. Ja, wat klopt. Houdt Piscabon in? Inderdaad, ik ben de voorzitter van Piscabon. Mm-hmm. Piscabon is een coöperatief voor vissers, beroepsvissers voornamelijk. Echter, wij nemen ook gewoon normale vissers als leden. De bedoeling is om alle belangen van de vissers hier op Bonaire te behartigen, voor hun op te komen. Alsmede onderhandelingen met de overheid, alle andere instanties, zeg maar ketenpartners. Zoals TINAPA en alle anderen dus die daar in het hele branche zitten van visserij. Ja. Was dat nodig? Ja, het was dringend nodig, ja. Wat schort het eraan, zullen we zeggen? Nou, niet zozeer wat eraan schort, nee. Maar we gaan gewoon een nieuwe era in van bewustwording. Bewustwording in de zin van milieueisen. Bewustwording van hoe gaan we met de visserij om. Bewustwording van voedselketen. Ja. Vis op Bonaire is een heel belangrijk stuk voedsel. Economisch gezien. Ja. En dat vandaar dus dat het belangrijk was dat de coöperatief opgericht moest worden. Ja. Het was wel een keer opgericht geweest. Mm-hmm. Alleen op een zeker moment waren er oneenigheden geweest. Bestuur toen de tijd had stinkende best gedaan. Alleen de vissers die zaten een beetje dwars, zeg maar. Zag hij een voordeel misschien van het hele gebeuren? Jawel. Alleen, kijk, vissers, het is een aparte volk. Nog steeds. Nog steeds, ja. Het is een aparte volk. Ja. We hebben ze hard nodig, want hun zorgen voor ons een stukje vis op ons bord. Ja. Alleen, er zijn mensen die heel vroeg opstaan, 4 uur 's nachts. 4 uur gaan ze dus zee op. De hele dag met het... felle zon zitten ze de hele dag te vissen. Ja, ik ben mee geweest. Hartstikke mooi. Ja, het is zeker mooi. Maar het is, elke dag is het vermoeiend. Ja, dat is anders inderdaad. Ja. Dus dan komen ze na de middag pas en terug en dan hopend dat ze wat gevangen hebben. Ja. Om benzine te betalen voor de boot. De kosten die ze hebben daarop. Ja. Hun kinderen en hun gezin zo'n beetje. Ja. Ja, dus het is een zwaar leven. Is er een vismijn die de prijs bepaalt? Of hoe werkt dat hier zo op Bonaire? Vroeger was de prijsbepaling door de overheid. Alleen de laatste tijd heeft de overheid gezegd van ja, regelen jullie het zelf maar. Ja. Nou, wij van Piscabon zijn er niet mee eens, want dan is er geen controle. Ja. Dan is het een beetje oneens, zeg maar, dat prijs. Dus we zijn bezig om dat ook te regelen met de overheid, dat er een vaste prijs komt. En vooral
vooral het stukje economische waarde die de vis heeft voor de visser zelf die het vangt, ja. De consument, degene die het moet eten. Ja. En je hebt dan een derde groep en dat zijn dus de restaurants, hotels die het vis kopen. Want simpele voorbeeld, de visser die doet de heel stinkende best om de vis te vangen. Dan vangt hij een tonijn, ja. 10 kilo. Ja. Hij krijgt iets van $7 voor het ene vis. Ja. Nou, 10 kilo krijg je, vangt hij $70. Ja. Nou, diezelfde vis wordt verkocht aan een hotel of een restaurant. Ja. Nou, die 10 kilo vis halen ze ongeveer 40 filetjes eruit. Ja. Elk filetje kost $20. Ja. Ja. Nou, reken maar naar hoeveel winst zo'n restaurant heeft. Zelfs de boeren in Nederland, de uien zijn nog niks waard. En de uiensoep wordt toch goed verkocht, hè? Juist, precies. Ja. Dus vandaar dat het coöperatief belangrijk is en nodig was om dat soort dingen te regelen. Hè. Dat, er is nog iets nieuws, jullie zijn met een boei bezig in het water. Klopt. Waarom lokvlotten zijn dat. In het Engels, FATS, Fishing Aggregation Device. Sinds 4 jaar geleden dat we waren opgericht. Larry Gerhards kwam met het briljante idee van, hey jongens, dat zou ideaal zijn. En gezien het feit dat de visvangst toch iets flink teruggelopen was de laatste tijd. En deze Fish Aggregation Device is een FATS, lokvlotten. Dan ga je meer vissen lokken en dan hebben de vissers nog beter en meer inkomen. Dus de vis is er wel, alleen ze moet dan gelokt worden dan? Ja, want we hebben pelagische vissen hier. Hè? Heel veel pelagische vissen. Dat zijn dus wahoos, mahi-mahi, dat soort vissen. Zwaardvissen, nou, die gaan voorbij, die zwemmen langs. Ja, nou, met die lokvlotten, daarom heet het ook lokvlotten, nou, dan blijven ze hangen, blijven ze cirkelen om die boeien. Dat zijn boeien. Ja. En dan kunnen wij ze vangen. Kleine visjes aan te honderen in schaduw, begreep ik. Precies, precies. Dat is een makkelijke uitleg. Dat is niet het nabootsen van de olietankers van vroeger? Nee, heeft er helemaal niks mee te maken. De olietankers, het fenomeen olietankers was omdat de felle licht, worden de vissen nieuwsgierig, vooral tonijnen, en dan komen ze erop af. Omdat het ook weer kleinere aasvisjes aantrekt. En dan komen hun weer grotere vissen erop aan. Nou, hoe doen ze dan die vissen vangen als ze onder die schaduw zitten? Hoe vissen ze dat dan ook met gewoon aas in de boot? Dat kan op verschillende manieren. Je kan trawlen, dus wij noemen het slip. Dus dan ga je met de vislijn haak eraan en achter de boot aandrijven. Slepen, zeg maar. Je kan jiggen, dat is dus gewoon is erger met je brood blijven drijven en waar die vissen er rond zwemmen. Dan, gewoon jiggen met zo'n zware ijzeren nepvis, kunstvis. Ja. En gewoon een levende aasvis, molu, gooien en dan pakken ze het. Okay. Ja. Nou, is een mooi verhaal. Schitterend verhaal, we zijn er trots op. Ja, goed zo. Nou, u bent ook een ex-visser of wat is uw belang in de club? Ja, dat word ik vaak de vraag. Ja. Eigenlijk heb ik absoluut geen belang. Ik doe het puur vrijwillig. Ja. Ik vind het leuk en ik hou van helpen, iets betekenen voor de vissers. En ik doe het graag. Ja. Ik doe het heel graag. Ik doe het al 4 jaar. En met toch wel de nodige koppijn, zeg maar. Overheid, fenomeen, probleem. Contracten krijgen. Nou, dat hoort erbij. Ja. Dat en misschien blijkt er wel een visje over, toch of niet? Sorry? Misschien blijft er wel nog een visje over. Je weet naartoe. Daarom. Trouwens, Corian, ik moet nog ook iets heel belangrijks benoemen. Ja, nu kan het, hè? Ja. Wij hebben 4 jaar ons bestaan, hebben we toch knap moeilijk gehad om ons te redden. Mm-hmm. En de reddende engel, echt de reddende engel, kwam zomaar uit de hemel gevallen. En dan zou je dan denken, Nederland. Ja. Prins Hendrik Stichting, moet ik echt benoemen. Nou, deze mensen hebben ons een gigantische financiële steun gegeven. En wij zijn daar gewoon dankbaar. De vissers die praten er elke keer over. Van ja, heel belangrijk dat we die financiële steun hebben gekregen. En wij maken er goed gebruik van. Maar voor de vissers. Dat op je rug, niet? Ja. Dat is al zo trots zijn wij. En die vets bijvoorbeeld hebben we een stuk financiën erin gestoken en toen kon het project gewoon afgemaakt worden. Zo hebben we nog meerdere projecten die we dus met dat geld kunnen doen voor de vissers. Is goed om te benoemen. Ja, zeker. Wij zijn er heel blij mee. Hey, dankjewel voor het mooie verhaal. Graag gedaan. Goed zo. Graag gedaan. Dank je.
beetje van vis maken. En ik kan toch wel iets van groente. Ik kan eigenlijk een pesto maken. Heb je iets van kruiden of iets leuks om een pesto van te maken? Ja, ik denk het wel. We hebben hier wat we noemen warmoes. Ja, warmoes is? Snijbiet eigenlijk op zijn Nederlands. Dus het is een zeer variabel bruikbare groente. Nou, lijkt me leuk om daar een pesto mee te proberen. Why not? We gaan even kijken. Ja, is goed. Ja. Is dit hem? Dit is hem. Dit is de snijboet, hier bekend als warmoes. Ik denk een leuk idee om je pesto mee te maken. Je kunt gewoon de bladeren afplukken zo. Heel makkelijk. Het groeit heel makkelijk. Je ziet het hier in tafels. Dat is een idee van LVV dat het makkelijker is voor de mensen, maar ook om de leguanen weg te houden. Ja, dat is een groot probleem. Ja. Hier op Bonaire, op de eilanden eigenlijk. Dus er staan de poten, dus de leguaan die kan er niet tegenop. En voor jou is het lekker makkelijk, want normaal groeit de warmoes beneden, moet je bukken. Ja. En hier sta je lekker op hoogte, zelfs als je in een rolstoel zit kun je hier erbij. Ja. En dan oogsten en je pesto mee maken. Pesto, ja. Ja, je wilt toch stimuleren om meer thuis te gaan kweken? Ja, heel zeker. Kijk, groente is natuurlijk duur op het eiland, het wordt allemaal ingevlogen. Zeker dit soort verse groentes, die kunnen niet met de boot komen, dat duurt te lang. Dus het wordt ingevlogen. Ja. Ook dan nog zie je vaak dat de kwaliteit slecht is. Het is ook in het vliegtuig is het toch vaak 2-3 dagen onderweg. Ja. Ook die temperatuurschommeling allemaal. Hè? Juist, temperatuurschommeling. Dus, en het groeit, heel veel groeit heel makkelijk. Hier een ui, een hoe noem je het? Bosuiachtig iets wat je lekker kunt eten. Ja. Selderij, allemaal salades. Je hebt geen import nodig, doe het zelf. Geweldig. Hey, bedankt weer. Van de kleintjes, wat noemen ze hier? Baatje, baatje, bananen en nog wat. Oké. Okay. Nice. Ik heb snapperneus, ik heb rainbow runner, ocean triggerfish, barracuda, tuna, barja. Ik denk lekker sashimi van tonijn en barracuda. Kun je iets leuks mee, toch, met de barracuda? Dat kan ze zo maken voor jou. Is goed. Makkelijk zat. Leuk, doen we. De vis dezelfde prijs allemaal? Alle vis dezelfde prijs? Behalve snappers, die hebben andere prijzen qua. Het is meer werk om ze eruit de zee te halen. Ze liggen diep, je hebt stroomingprobleem. Als het wil, kunnen ze geen bodem vissen. Dus daar heeft het een beetje mee te maken. Maar dan heb je wel snappersoorten. Hier heb je dus verschillende soorten snappers. Je hebt de yellowtail snapper. Je hebt de yellowtail snapper. Dan heb je de red snapper, piscacora, alle pretten noemen wij dat. En dan heb je de queen snapper, sabonet. En dan heb je ook nog de shirky. Maar de yellowtail snapper, de kleintjes, die zijn makkelijk om het in zijn geheel te pakken. We hebben namelijk een stuk gebeld. De grote jongens, de meeste van de keren, trekken ze krom in de pan. Ja. Moet je ze fileren. Bon. Ik kom langs de andere kant. Is de barracuda er geweest? Andere filet. Hier gebeurt het, sir. We beginnen sowieso met de barracuda. Qua tuna, kwam bloed, te veel bloed op tafel. Eerst met de witvis beginnen. Heel goed. Wat wil je dat ik mee kan helpen? Motor of... Ik zie dat wat zo'n boek. Een boekmaker. Ja? Ga ik je een boek laten zien? Even de schip eraf schrijven.
geweldig apparaat, hè? Was schubben maar geld waard. Ja. Was je miljonair? Ja, omgo. Weet je hoeveel ik kan? Het is maar een kleintje, hè, Barracuda. Die zei binnen haal ik even weg. En dan beginnen we met het boek. De boek en daarna wordt het mout. Van dezelfde vis serveer ik jou het in drie manieren. Oké. Okay. Neem maar het boek. Drie moutjes voor jou. Wat doe je met de kop? Nou, ik zeg je eerlijk. Heel veel klanten die laten koppen achter. Die geef ik weg aan mensen hier. Of eet ik het op, want ik eet heel veel vis. Maar dit is gewoon lekker bakken. Oké. Okay. En bij die wangen van de barracuda, daarom heb ik de schubben eraf gehaald. Bij de wangen zit een hele lekkere vlees. Het is niet veel, maar toch een gaatje in je tand. Even vullen. Moet je niet naar het aandacht. Nou, dit is de boek. Eén bladzijde. Aha. Volgende bladzijde. Ah, daarom. En dan heb je de papiermens. Dan heb je de motor. Eentje niet gekapt. Vanwege de staart van de barracuda heel dun is, raad ik mensen wakker aan toch een stuk van het vis te fileren. Okay. Dat is voor de soep? Dat is jouw kaas en je brood van de middag. Even lekker bakken, zout, peper, limoen. Hoef geen kaas te kopen, heb je. En filet, motor, boek om te lezen en dan heb je kaassoufflé. Kaassoufflé. Soufflé. Oké, geweldig. Wij gebruiken bijna geen plastic. Ik heb die speciale bakken van Bonaire logistiek. Dat heeft te maken, ik ben een echte Bonairean, geboren en getogen. Heel veel mensen hier gooien afval in de bos. Dat is niet anders. Het blijft liggen voor leed van de toerisme. Toeristen komen naar Bonaire, dan zeggen ze, nou, Bonaire is heel fijn. Eigenlijk niet fijn om te horen dat ze dat zeggen. Dus, heel veel plastic die achterblijft in de bos, dat kan niet weg. Dit, als het in de bos afkomt, is het natuur afbreekbaar. Ja, vandaar die speciale bakken. Even boek sluiten voor jou, Koreaan. Ja, goed zo. Ja, ik ben niet zo'n lezer hoor. Maar wel lekker. Nou, motorpriet, daar ben jij. Ja, maar je moet wapen jouw pick-up halen van die grote wauw. Dat gaat niet op de motor, dit lukt wel. Ja.
Heb je je tasje bij je? Ja, ik heb een tasje bij. Maar we hebben voor de rib aan mee, ik heb het hier klaar. Dat kleine beetje die overblijft erin, dat gaat in dat bakje. Beetje bij beetje kom je er. Dubbeltje op dubbeltje kom je er. Nederlandse benaming, toch? Ja. Gezegde. Deze truc van de lepel heb ik van een andere kok geleerd. Tico Marcera. In verband dat wij vroeger, toen het begonnen was, deden we toen bakken, koken, die bakken koken in water en dan de vlees eruit gaan halen. Ja. Maar nou, als je die kookt, kook je dit ook met de tuna. Want als er vlees kaars zit, pak je gewoon een hele tuna om gelijk voorraad te maken van tonijnburgers. Ja. Maar die dunne graadjes, dat is moeilijk dat je handen eruit te krijgen. En daarna als je die burger eet, constant, en dat is niks. Maar dat wordt beetje bij beetje. Ja, goed zo. Kom je er. Wij lokalen noemen dit one stick. One stick. Dat is de vleugel van de vis. Oké. Okay. Nou, ik heb een klant die ooit hier binnen een Amerikaanse vrouw volgens mij was. I wanna eat belly. Sorry? What's belly? So, zij zei tegen mij, ja, nou, the belly of the fish. I wanna eat tuna belly today. Yeah. So, okay, I have tuna, but I don't understand what you mean by belly. So, show me. Yeah. Nou, zij was de achterklomer, this part of the tuna. Yeah, we fry it like this. No. I want just the meat out of it. Okay, makkelijk zo. Dat doe je gewoon. Dat is blijf over. Helemaal geen bordjes. En zij had over van, ze heeft heel veel vet hierin. Ja, ja. En ik eet het helemaal, want de wansteek van vis, van de grote vis van de wauw of drado of grote tuna, deze bordje hier is zo. Ja. Hierin, in die rond van die, zit een supermalse vlees van de vis. Ja, okay. Heel lekker. Net bij die wangen. Dus, dit is de belly van de tuna. Ja. Mooi. Ja? Yes. Doe maar 10 kilo van dit dan volgende keer. Hiermee kan je ook lekker goed vissen. Ja, oh. Maar gebruik ik het ook wel eens. Dat is gaaf. Geef ik aan de vissers. Want hun doen, we zeggen mara, net als maramaulu. De buik van de tuna. En daar zoeken ze de grote wauw mee. Ah, dat is geheim. Ja? Ja, prima. Maasje, dank je. Hey, de moeder van Sarah laat nu het geheim zien van de visburgers, hoe ze die gaan maken. Dus goed opletten. Wil je zelf een beetje uitleg geven of dit even de vis even spoelen? Ja, een beetje eerst spoelen. Waarom? Op al die de bloed eruit te halen. Oh, bloed eruit halen, oké. Ja. Is dit een grootmoeders recept of heb je het zelf verzonnen? Oké. Omdat er in principe onverkochte tonijn was, toch? Ja. Ja. Hier heb ik de uien. Uien. Rode paprika. Knoflook. En basilicum. Ah, basilicum, oké. Ei is voor straks. Een beetje water. Wat is de best lopende burger? Naar mij en barracuda is sneller. Oké. Ja? Ja. Beetje olie.
lekker dit. Ja. Kippeljongpoeder? Ja? Ja. Ik gebruik altijd het gehore. Niet zoek erin nee, doen, nee. Maar anders wordt het zacht. Ja. Een beetje knoflook. Een beetje currypoeder, niet zo veel. Gebruik je voor iedere soort vis dezelfde kruiden? Ja. En nutmeg. Een nootmuskaat? Ja. Hoeveel burgers maak je in de week? Over de 100. Zo. In een maand bijna 1000. Zo. Hangt af hoeveel vis we hebben. Ja, ja. Je mag de afwas doen, toch? Ja. Ja, hè? Ja. En dit is een meel. Dat is een normale bloem? Normale bloem, ja. Okay. Wie wil proeven? Ja, natuurlijk. Ik wil even proeven. Ja, dat is lekker. Smaak is goed? Ja, zeker. Ja, maar heb ik niet veel? Tuurlijk wel. Ik vind dat het een beetje... Nog een beetje erbij moet. Een beetje erbij moet. Ja, ja. Als die meel erin kwam, ja, dan kan je smaak een beetje weg. Ja, kippeldoen is altijd mooi voor neutraal iets op smaak brengen. Ja. Ja? Ja. En nu ga ik die meel erin doen. Alles een beetje op gevoel, hè? Ja. Toch? Ja. Beetje bij beetje. Hoe lang maak je al burgers? Hoeveel jaar? Ja, heel lang. Zo'n 10 jaar geleden. Oké. Okay. Mag een beetje, want het is toch een beetje nat. Ja. Ik zie nog een graadje volgens mij. Ja, maar ik heb het straks wel. Ja, oh. Vaste hand, dan zie je wel, hè? Kijk, alles wordt gebruikt, hè? Mooi, hè? Wel een mini-burger, hè? Nee, mini-burger. Het is nog niet klaar. Oh, is nog niet klaar, nee. Hè? Moet je de man in gaan, kutjarre, man in gaan, wat denk. Nou, ik ben bij de LVV geweest, heb ik warmoes meegenomen, snijbiet. Ja? Heb ik daar ga ik straks een pesto van maken. Leuk. En ik heb pita broodjes gemaakt, maar dan à la red palm. Dus ik heb een bietenpoeder in gedaan, dus de kleuren mooi rood. Okay. En dan heb ik een rode koolslade gemaakt, met een beetje tropisch, met watermeloen en mango en kokos. Dat doen we dan in dat broodje. Dan gaan we straks die burgers bakken. En lekker opeten. En lekker opeten. En ik heb er een mooie wijn bij. Drink je wijn? Zo, dan gaan we verder. Ja. Met mijn natte handen ga je de burgers oprollen. Oh, oké. Ja. Nooit lange nagels in de keuken. Korte nagels altijd in de keuken. Ja, ik zie die kassières wel eens met zulke nagels. Dat is niet handig, hè? Maar je hebt ze altijd op voorraad in de diepvries, geloof ik, hè? Ja, altijd. Altijd, ja. En wat vraag je voor een burger? $1 per stuk. $1 per stuk. Dat is een mooie prijs, toch? Het is nog niet klaar. Nee. Eieren, paneermeel. Ja.
Doe je ook wel eens maismeel gebruiken om te paneren? Maismeel? Nee, nooit. Oh. Alleen met paneren. Alleen paneermeel. Zou ik het wel kunnen, hè? Ja. Moet het even gaan proberen. Aan één hand droog houden, anders kun je zulke nagels, hè? Ja, ja. Inderdaad. Nog niet klaar. Oh, nee, dat geeft niks. Dit is een nadoekje dat ik altijd hier gebruik. Ja. Als ik nog een keer een keukenhulp nodig heb, dan bel ik je hoor. Is dat goed? Je bent best wel handig in de keuken. Ja. We gaan voor een ster. We gaan voor een ster. Zie je het? En hier heb je onze burgers. Kijk, geweldig. Prima, mooi. Dan ga ik ze zo bakken. Zometeen. Oh, zometeen. Zometeen. Oh, ze moeten even nog. In de koeling gaan, ja? Want anders gaan ze door elkaar. Oh, oké. Als ze direct gaan bakken. Dus ik heb bevroren en we gaan ze dit nu bakken. Goed zo. Ja. Ik heb de snijbiet van Maurice heb ik met olijfolie, knoflook, peper en zout in de keukenmachine doorgedraaid. Dan ga ik er nog parmezaanse kaas doorheen doen. En iets van nootjes. Ik heb nu gewoon pinda's. En lekker roeren. En dan kan je de stukjes kan lekker grof zien. Lekkere grove pesto van snijbiet. Oké. Okay. Dit zijn de bevroren burgers van Zarpin. En dat is mooi compact, die ga ik even aanbakken. Dus ik heb een pita broodje gemaakt van bietenpoeder. Lekkere rode koolsalade. Beetje tropisch met kokos en watermeloen en mango. Klein beetje sambalpitje erin. Ik heb hier gewoon een zonnebloemolie en knoflookteen in gedaan. Dan komt er een mooie smaak aan de olie uit de bak. Natuurlijk lekker dat je de broodjes nog even tussen de grill doet of in de oven. Dat ze een klein beetje krokant en warm zijn. En de recepten kun je na afloop van de uitzending kun je teruglezen. Lekker thuis namaken. Ja, de tonijn is in principe gaar, dus lekker krokant bakken. Even warm laten worden, want gaar is het toch al. En qua rood hoeft het niet, want hij is gaar. Feestelijk maken. Nou, een beetje met vuur spelen, of in dit geval de magnetische golven. Want het paneermeel kan natuurlijk snel aanbakken. Dus gewoon het gemakje mooi goudbruin laten worden. Kijk, als stukje sla pak ik een mooi stukje snijbiet. Okay.
Oké, ze zijn mooi rondom gebakken. Warm van binnen. Oké, dan kunnen we aan tafel. Char, kom je eten? Heb je tijd? Glaasje wijn. En voor jou geen wijn toch? Ik drink geen alcohol, vriend. Nee, daarom ook. Ik heb voor jou... Een beetje maar. Cola meegenomen. Dan gaan we beter in. Wel een beetje proeven, toch? Nou, maar ik neem wel een beetje wijntje erbij. Het is een mooie wijn uit Spanje van de Albarino Druif aan de kust. Ze zeggen dat er een klein beetje zilte smaak aan de wijn zit. Maar mooie tropische... Hé, hey, wat is die tekening? Golven. Maar die zee is wel ruw daar. Ja, ja. Mooie tropische smaken, van tropisch fruit, dus dat is toch mooi. Vis van hier, tropisch. Hé, hey, moet nog werken, vriend. Hé, hey, wat is die rode ding? Een pita broodje met rode biet. Oké. En rode koolsla, pesto van warmoes en sla, maar dan is het warmoesblad. En jullie burger hè, van tonijn. Dat heb je mooi voor elkaar, ik ga het lekker proeven. Goed zo. Nou. Ja. Zeg, proost op de mooie uitleg, de duidelijke uitleg over de burgers en de vis. Smakelijk. Dankjewel. Ja. Heb je geen mayo? We hebben geen mayo, nee. We gaan eerst lekker even proeven zo het nu is. Even kijken, geen tomaat in. Als de camera weg is, doen we lekker mayo erop. Hey, zit geen tomaat in, hoor. Zit geen tomaat in. Spray. Denk ik kom ook voor die goede tjoen, maar je ziet dat ze aan dat kijk nu kom je daar. Ja, van de vorige keer. Nu eten, even wachten, betaal ik al achteraf. Wat doen ze daar, Sigur Jan? Lekker zo. Lekker hè? En dan wil je betalen. Nou moe, weet je wat geld. Oké, gracias. Ik wil nog betalen hè. Ik wil nog betalen. Twee kilo tuna en anderhalf barracuda, dat kwam hier op